is een beetje lauwwarme hatch. Dus niet een echte hot hatch. Hè? Dus het is niet een... Hoor je dat gepiept? Ja, dat is natuurlijk wat een sportversie bij je oproep. Dit is de nieuwe Suzuki Swift Sport Hybrid. Nou, ik vast hem timer, Martijn zit al zo naast me. Ah, er komt een bocht aan. En er is slecht nieuws. Zullen we daar meteen maar mee beginnen? We hebben het maar gehad, hè? Eigenlijk op alle dingen die belangrijk zijn voor sportieve automobilisten, of automobilisten die van sportieve rijden houden, scoort de Swift Sport Hybrid slechter. Nee, op één ding niet. Hij heeft meer koppel. 5 Nm meer. Dus 235 Nm. Boos kijken, hè? Ik rij in de Swift Sport. Dat mag voor. 5 Nm meer. 5. Totaal scoren van 235 Nm en ook nog bij een lager toerental, bij 2000 toeren in plaats van 2500. En wat is dan het slechte nieuws, vraag je misschien af. Nou ja, hybride, dan weet je wel dat er iets met een elektromotor gebeurt en dat er iets met een accu gebeurt en er zou iets met opladen kunnen gebeuren. Dat gebeurt er niet. Het is geen plug-in hybrid, het is eigenlijk ook niet echt een full hybrid. Bij Toyota of Lexus zou ze dit niet eens een hybrid noemen, het is een soort mild hybrid. Dus ze hebben een ISG, Integrated Starter Generator. Die kan de auto starten, die kan energie terugwinnen, maar die kan ook een beetje ondersteuning geven. 14 pk sterk elektromotor, wat heel lekker is voor op je grasmaaier, maar voor een auto, ja. Maar doet ook wel iets. Zorgt er wel voor dat de Suzuki Swift Sport Hybrid een stuk zuiniger is. Het is ook een klein accuutje trouwens, niet heel groot, maar niet eens gespecificeerd hoe groot die is. Maar het is een compacte accu. Dus eigenlijk het terugwinnen van energie is alleen maar als ik gas losgeef en dan zeg maar op de motor afrem. Dan gaat hij, ik ga een beetje energie terug in het accuutje duwen. Legermotor 14 pk en iets van 53 Nm koppel. Dus dat lijkt allemaal nog goed nieuws, hè? Het slechte nieuws is natuurlijk 50 kg extra. Dan zit de Suzuki Swift Sport Hybrid. Ik raak er bijna weg kwijt in die type aanduiding. Die zit dan nog net onder de magische grens van 1000 kg. 995 stuks om precies te zijn. Maar goed, procentueel is het natuurlijk best wel een behoorlijke extra kilogrammen. Het is niet zo dat je het voelt. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel jammer dat je niet heel veel extra's krijgt. Behalve die 5 Nm. Want de Suzuki Swift Sport had een 1.4 turbo, of heeft een 1.4 turbo met 140 pk en keranen. Wat hiervoor in het vooronder ligt, is ook een 1.4 turbo, maar niet met 140 pk. Namelijk minder pk's, 129 om precies te zijn. En dat schijnt in sommige landen een soort verzekeringskwestie te zijn, dat die onder de 130 pk is dan ongunstig en zo. Je mag die pk's van die ISG er niet helemaal bij tellen, maar ze helpen natuurlijk wel mee. Zo is het natuurlijk ook wel weer. Dus de prestaties zijn feitelijk hetzelfde gebleven. 8,1 seconde naar de 100. Zag je me misgrijpen naar het Fenixpo? Ik dacht dat hij in een andere versnelling stond. Het koppel, hè? Dat is koppel wat er al laag in zit, rijdt ook makkelijker gewoon zonder problemen. Op golven van koppel knal ik in mijn Suzuki Swift Sport Hybrid hier zo over dijkwegen. Het rijdt wel lekker, maar het is vlotjes, niet snel. Ik denk dat dat de beste kwalificatie is die je eraan kan geven. Ik vind persoonlijk wel jammer, maar het is een beetje lauwwarme hatch. Dus niet een echte hot hatch. Hè? Dus het is niet een... Hoor je dat gepiep? Ging iemand voor mij keren, of eigenlijk de dijk zeg maar af. En hij gaf even de waarschuwing van, joh, er staat iets. En dat klopte wel, alleen ik zag dat hij uit de weg ging en dat ik gewoon door kon rijden. Maar daar gaan we het zo even over hebben, over de veiligheidssystemen van de Suzuki Swift. Dat is dan wel weer op zich echt gaaf gedaan. Gewoon ramvol met alles wat je kan bedenken. We hadden het over prestaties en dat het een lauwwarme hatch is.
210 km per uur eraan stopsnelheid. Nou ja, weet je, op zich is dat natuurlijk wel voldoende. Dat betekent dat je waarschijnlijk op de Duitse autobaan misschien net 22 of zo kan aantikken. Maar ja, het is een beetje een, in die zin een vreemde auto. Van, ja, waar concurreert die nu precies mee? En we hebben natuurlijk Polo GT, 200 pk. Fiesta ST, ook 200 pk. Mini Cooper heeft ook 136 pk uit mijn hoofd. Mini Cooper S gaat natuurlijk wel weer een klap overheen. Dus het is een beetje een soort Mini Cooper-achtige concurrent, maar dan net wat minder lifestyle. Of andere lifestyle. Het is natuurlijk erg Japans. Jullie hebben misschien ook al wat Japanse tekens op de buitenkant en op de stoelen gezien. Dat is het Sport Exclusive pakket. En de Japanse tekens, ja, die betekenen sport in het Japans, schijnt. Heb ik me laten vertellen. Kunnen we ook met Google Translate, zeg maar, via de camera kunnen laten doen. Warning, lane departure. Nou, ik krijg gewoon op de dijk. Het is nog steeds gewoon asfalt. Gaat goed. Dus dat, ja, dat doen ze wel aardig. Ik vind het op zich, zeg maar, qua uiterlijk echt wel een gaaf ding. Een Suzuki Swift Sport Hybrid. Hij heeft een drie kleuren lak feitelijk. Een zwart dak, grijze dakbogen en dan de nieuwe kleur oranje. Weet je, ik vind het grappig uitzien. En ook het interieur, voor wat het is. Weet je, dit is natuurlijk geen Audi A3 concurrent of een BMW of een Mercedes concurrent. Je moet het een beetje natuurlijk daarmee vergelijken, is niet zo nuttig. Maar als je kijkt, is het gewoon een net interieur. Twee mooie analoge klokken voor me. Een beetje Alfa-esque. Alfa Romeo heb ik het dan over. Hè? Ronde klokken en van die kokers. Hè? Dat had de Alfa 156 vroeger ook. Dat is wel mooi. Wat andere accenten, sierstripjes en zo. Het is gewoon wel erg oké. Alleen, ja, weet je, ik mis zeg maar echt de wow factor qua pk's. En hadden we dat in onze autoblog garage met de Swift Sport opgelost door chiptuning. Dat kan natuurlijk vast bij de Swift Sport Hybrid ook wel. En dan komt er nou ja, zo'n 30, 40 pk misschien wel weer bij. Maakt hem wel leuker. En dan nog steeds is er maar de concurrentie, die een stuk duurder is overigens. Daar hebben we nog niet over gehad, maar is nog steeds wel echt een klap sneller en krachtiger. Dus het is een beetje het instapsportniveau. Als je, ja, kopen jonge mensen nieuwe auto's? Niet veel, denk ik, in Nederland. Het is nog steeds een klap geld. En nou ja, we moeten allemaal veel belasting betalen en noem maar op. Dus we hebben eigenlijk niet zoveel geld voor dat soort hobby's, nieuwe auto's. Je rijdt maar gewoon in een tweedehands auto. Een beetje, zeg maar, hoe de Nederlandse overheid erin zit. Ik niet, hè. Ik vind het leuk als je een nieuwe auto koopt. Maar ja, dan is dit een beetje, wat dat betreft, aan de ene kant een gaaf aanbod, want we hebben het nog niet over prijs gehad, maar dat kan ik nu wel even noemen. €24.399. Of ligt hier een bumper onderaan de dijk? Ook grappig. Dus denk je iemand een beetje eraf gevallen. Maar voor die 24 mil denk je aan de ene kant, nou, dat is ook geld voor een Swift. Ja, maar goed, dan is het wel de Swift Sport Hybrid. Straks ook nog even over verbruik, hè, want daar doet hij het eigenlijk ook wel weer erg prima. Maar hij zit ook gewoon lekker ramvol met allerlei dingen die het leven toch wel leuker maken. Hij heeft dat Sport Exclusive pakket, dat is lederen bekleding, striping. En dat is het volgens mij. Dat is dan wel weer relatief prijzig met €1.899. Maar de rest is standaard. Dus ik heb een achteruitrijcamera. Niet de meest scherpe en het meest mooie beeld, maar hij zit er wel op. Apple CarPlay op een navigatie. Navigatie, DAP tuner, botswaarschuwing, lane departure. Dode hoek heeft volgens mij ook. Verwarmde buitenspiegel zie ik, heeft hij ook. Dat hebben de meeste ook tegenwoordig. Stoelvorm, ja, check. Ook een knop om even aanzetten. Dat is wel weer van die stoelvorming met één stand. Ik wil altijd zeg maar eerst even hard grillen en hem dan naar, nou ja, standje 1 zetten. Dus maar twee of drie standen ben ik altijd wel blij mee. Wat meer? Adaptive Cruise Control. Het is een handbak, maar toch gewoon op de snelweg rijden werkt dat op zich wel prettig. Dat zijn wel zaken die, weet je, die zijn niet bij veel auto's standaard. Dus dat zit er wel gewoon allemaal op bij de Suzuki Swift Sport Hybrid. Die naam alleen al.
Dus dat is wel erg gaaf gedaan. Het is ruim genoeg. Je kunt er echt wel met z'n vieren in. Dan heb je nog een bagageruimte. Er passen ook dingen in. We hebben ook gecontroleerd. We hebben er dingen in gedaan. We hebben gezien, aangepast. Dus ja, wat dat betreft, rationeel gezien, is dit een irrationele, zeg maar, best wel grappige auto. Met gewoon wel, ja, wel wat geinige features. Hij is wat sportiever. Het ziet er wel leuk uit. Mooie veelgjes. Het stuurt grappig. Alhoewel ik ook wel dan de echte punch mis. En de punch om gewoon een beetje bandje, dat het allemaal wat meer moet werken daarvoor. Hij staat al redelijk plakkerig. Michelin Pilot Sport 4 rubber. Ja, weet je wel, als je dan zo'n haakse bocht in komt, stuurt hem erin en je geeft vol gas. Ja, dan accelereert hij gewoon langzaam weg. Langzaam accelereert hij al weg. Gebeurt er niet zoveel. Ik zou het ook nog even over brandstofverbruik hebben. Maar ja, dat is natuurlijk de reden. Samen met CO2-uitstoot. Maar dat, ja, dat gaat gezamenlijk op natuurlijk. Voor Suzuki om de Sport Hybrid te maken. Ja, het scheelt. Suzuki Swift Sport in de WLTP testcyclus 1 op 16,7. Deze Hybrid 1 op 17,9. Moet ik zeggen, als je op de snelweg rijdt, gewoon een beetje door, ineens houdend aan de 100 km per uur, zie je gewoon 1 op 15, 1 op 16 met mijn rijstijl. En denk, nou, dat is wel erg gewoon netjes. Ga je wat meer boenderen, wordt hij natuurlijk absoluut onzuiniger. Maar het is gewoon echt een zuinige jongen. Helaas, als we het toch over kosten en dat soort dingen hebben, hij komt net één klasse hoger in de wegenbelasting. Dus er komen 2 tientjes per kwartaal bij. Nou, dat valt dan ook wel weer mee, maar dat zie je wel. Het gewicht haalt de lol er wel vanaf. En je merkt er verder qua rijden niets van dat gewicht. Het enige is wel dat ik denk, ja, hij zou nog net even wat meer mogen. Want het idee, zeg maar het hele pakket, vind ik op zich ergens iets briljants hebben. Een compacte auto, wat grotere motor, met wat meer vermogen, met alle goodies en luxigheid. Ik vind het niet onlogisch voor een Nederland waar auto's best wel duur zijn. Als je dit zakelijk zou pakken en zou bijtellen, nou, dan tel je dus bij over 25.000 euro. Ja, dat valt dus allemaal wel erg mee. Het enige wat je dan ook zou denken, dan zou die misschien wel ook een automaat moeten hebben. En 60 pk erbij. En dan kom je toch weer bij bijvoorbeeld de Volkswagen Polo GTI. Maar ja, die is een klap duurder. Dus ja, gaan we een saaie conclusie eindigen? Ja, bijna wel, hè. Betrouwbare auto, toch wel enigszins leuk. Stukje zuiniger, later een betere wereld na voor je kinderen. Want ja, oké, nee, boring. Ja, boring. Nee, het is geen saaie auto. Maar het pakken me ook niet helemaal. Ik zou net even wat meer vermogen willen hebben. Blijft altijd wel te wensen open. Bedankt voor het kijken. Misschien ben je al ergens al weer in slaap gevallen. Nee, zal al niet meevallen. Geef commentaar onder. Even liken, abonnee worden en zo. Een notificatie aanzetten. Nou, dat soort dingen. Tot de volgende video. Toedeledokie.